Dit was wel payback, toch? Misschien wel een beetje meer. Nou, niet meer. Maar we wouden revanche. En dat hebben we genomen. Na een moeilijke beginfase. Hè, dan moesten we ons echt in de wedstrijd knokken. En dat is wel eens goed voor deze ploeg om dat mee te maken. Hoe je zulke fases overleeft. En dat hebben we gedaan mede dankzij heel goed keeperswerk van Remco Pasveer. En uiteindelijk zijn we in de wedstrijd gegroeid. Maken we een geweldige goal. En hebben we de wedstrijd naar onze hand gezet. Moest je iets omzetten? Nee. En met dat gewoon mee te maken. We waren A, stordig aan de bal. En B, veel te eager in verdedigende acties. En daarmee maakten we fouten. En daarmee zet je, help je een tegenstander in het zadel. Maar gelukkig hadden we Remco. Ja, en daarna scoor je 5 keer en win je met 5-0. Waarin overklast Ajax PSV nou vandaag? Nou, uiteindelijk worden we naarmate de wedstrijd vorder steeds beter aan de bal. En dat hadden we van het begin af aan moeten zijn. Maar dat is in het begin niet zo makkelijk. Want ja, dan zijn de ruimtes kleiner. Hè, dan moet je sneller handelen. En daarna hadden we wat moeite mee in het begin. En een aantal zaten niet in de wedstrijd. Ja, dus nogmaals, dan moet je overleven. En zorg dat je jezelf in die wedstrijd vecht. Maar Erik, je wint in 1 week in 2 grote wedstrijden met 4-0 van Dortmund en 5-0 van PSV. Dat is eigenlijk waanzin, toch? Ja, dat is een hele mooie week. Maar het is geen reden om op ons lauweren te rusten. We leven oktober. We moeten beter en we moeten verder. Maar toch, je krijgt een beetje het gevoel alsof het normaal wordt. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Toch? Nee, want vorige week hadden we het nog lastig in Heerenveen. En voor de interlandperiode verliezen we hier van Utrecht. Dus ja, het is niet allemaal dat wij achterover kunnen leunen en een tandje terug kunnen schakelen. Absoluut niet. We zullen een tandje erbij moeten zetten. Ja, maar de hele wereld kijkt wel zo van naar Amsterdam en Ajax en naar jou en naar je hele team. Zo van, wat gebeurt daar? Wat zeg jij dan? Nou, je moet goed kijken hoe deze 5-0 tot stand komt. En PSV was eerst zelf gewoon prima. En ze dwingen goede kansen af. En dat had ook met ons te maken, hè? Omdat wij, zoals ik al zei, niet helemaal aanstonden bij een aantal. En dan moet je in de wedstrijd vechten. Nou, dus daar kunnen we heus wel wat van leren. Ja, het is niet zo makkelijk als het eruit ziet, wil je ook zeggen. Nee, maar achteraf, dan lijkt het allemaal makkelijk. Dan is het 5-0 en zeker de laatste half uur. En met dat gevoel gaan de meeste mensen ook naar huis. Maar de trainer die kijkt wat verder. Ja. Er is zelfs een liedje nu voor Anthony. Volgens mij voor het eerst. Het hele stadion zong mee. Je zit op de eerste rij. Ja, hoe goed is die jongen? Ja, heel erg goed. Dat hebben we de tweede helft gezien. Maar niet in de eerste helft. Want hij was ook een van diegenen die moeite had om zijn ritme te vinden. Ja, in de tweede helft, wat deed hij veel beter? Vooral wat eenvoudiger voetballen. En op het moment dat hij dat gaat doen, nou, hij is gewoon dan heel moeilijk te stoppen als hij in zijn dribbles komt. Als hij het laat ontstaan zijn dribbles, ja, dan gaat hij heel veel gevaar stichten. 24 uur genieten is weer begonnen. Ja, uiteraard, maar we hebben nu geen wedstrijd om op de derde dag. Berghuis zei het al, ik hoop dat we wat langer mogen genieten nu misschien. Nee, oh, dat niet. Nee, dat niet. Nee. Nee, dat is mijn stijlregel. Woensdag moeten we er gewoon weer staan. En dan moeten we focussen op de volgende wedstrijd en dat is een lastige. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel.